heb vandaag voor jullie weer een ziek nieuwe XP glitch in Fortnite Chapter 3. Met deze XP glitch kan je echt heel snel level up gaan en gewoon allerlei dingen weer unlocken in de Battle Pass. Dus blijf goed kijken naar deze video en volg alle stappen om dus letterlijk dit zelf te kunnen doen en keihard te levelen. Wil je nou meer XP glitch video's zien op mijn kanaal? 2000 likes op deze video zou super tof zijn. En als je nieuw bent, vergeet dan niet eventjes te abonneren op mijn kanaal met een belletje aan. En ik wil een dikke shout-out doen naar deze mensen. Dankjewel voor het abonneren. Wil je nou ook in de video komen? Abonneer dan op mijn kanaal met een belletje aan. En dan ga ik nu gewoon gelijk voor het opstarten, dames en heren, om jullie weer een nieuwe XP glitch te laten zien, zodat jullie gewoon keisnel level up kunnen gaan. Dus ik zou zeggen, let's go! Daar zijn we weer, jongens en meisjes, in het menu-schermpje van Fortnite Chapter 3. En ik heb vandaag voor jullie weer één lijpe XP glitch. Ja, jongens en meisjes, jullie gaan het vandaag meemaken. Jullie gaan het vandaag zien. Ik heb weer één zieke XP glitch, waardoor jij heel snel kan levelen. Ik ben op dit moment al level 182 en zoals je kan zien, als we naar de Battle Pass bonus reward gaan, kan je zien dat ik al aangebroken ben in het laatste tapje, oftewel ja, de gouden items met uiteindelijk natuurlijk zicht op de Spider-Man Gilded Reality die ik wil hebben. En oh mijn god, jongens, ik moet dus nog maar een paar levels om deze dus te unlocken en daar gaat deze XP glitch die ik vandaag ga jullie laten zien ook weer bij helpen. Dus wil je nou zelf ook snel levelen, probeer deze XP dan zelf ook uit, want ja, je kan het gewoon doen. Het is gratis en ja, ik vraag jullie eerst gewoon eventjes een blauw duimpje mogen achterlaten op deze video als je dat jullie nog niet hebt gedaan. Even abonneren met dat belletje aan als je nieuw bent. Zou ook gewoon echt heel erg nice zijn, want dan mis je natuurlijk geen enkele Fortnite video überhaupt, maar ook geen XP glitches, want ja, jullie blijven support showen op deze serie, dus ik blijf ook gewoon XP glitches aan jullie laten zien totdat jullie natuurlijk er klaar mee zijn. Dus ja, wil je meer XP glitches zien? 2000 likes op deze video zou top zijn. En jongens, voordat ik het dus ga beginnen, gebruik eventjes mijn supporter creator code in de Fortnite item shop, wat dezelfde naam is als mijn YouTube kanaal. Laat even in de comments weten of jij hem gebruikt en dan ben je gewoon een baas of een baas in, want ja, je support mij natuurlijk daardoor, waardoor ik lijpe giveaways kan doen. Dus mijn code in de item shop zou gewoon heel erg gewaardeerd worden. Maar jongens en meisjes, wij moeten weer voor deze ja, XP glitch een map opstarten. En die map ga ik dus aan jullie laten zien. Die map staat hier al klaar. En dan gaan we even invoeren. De island code heb ik al ingevuld. Waar staat die af? Kijk, kan ik hem hier omhoog pakken? Kijk, change. Nee, kan ik hem niet changen? Dan moet ik hem even opnieuw gaan invullen. Oh mijn god. De mapcode is namelijk 4718. Ik dacht dat die nog open stond. 2254. Dan 2813. En dan nog 3. 1 erachter. Zo, dit is de mapcode zoals je kan zien. Dan krijgen we hem hier te staan. Dan klikken we op play. En dit is dus de code, jongens en meisjes. Zet gewoon eventjes de video op pauze als je de code wil zien. Dan gaan we gewoon op play klikken. Want dan gaat de match weer starten. Kijk, ik moet even de code wegklikken. Dan kan ik gewoon zien wat er allemaal gebeurt. En dan ga ik dus nu aan jullie laten zien wat je dus moet doen om dus ja, deze glitch weer te laten werken. Het is een hele simpele glitch. Je hoeft letterlijk alleen maar iets te bouwen. En ik ga het gewoon weer perfect voor jullie voordoen. Dus ja, daardoor kunnen jullie gewoon weer lekker XP harken, zeg maar, zonder eigenlijk echt iets te hoeven doen. En ja, ik heb het net al gedaan. Dus als ik iets minder XP krijg dan jij, moet je niet getreurd zijn. Want ja, hoe vaker je deze XP glitch doet op een dag, hoe minder XP je natuurlijk voor krijgt. Maar dat heb ik al in andere video's uitgelegd. Omdat je natuurlijk met een soort van maximaal aantal XP in creative mappen zit. Maar goed, weet je, als je dit bij wijze van spreken 5 keer doet en 2 tot 300.000 XP krijgt, wat echt ziek veel is. Dat staat gewoon gelijk aan 2,5 level ongeveer. Dat is gewoon echt super nice. En voor mij op dit moment is dat 2,5 level. Als jij level 10 bent, is dat voor mij gelijk 10 levels of zo. Maar de map is aan het inladen, zoals je kan zien. 50 seconden moeten we nog eventjes wachten. Nogmaals, de code is 4718-2254-281331. Dus ja, ik ben zo bij jullie terug, jongens, als deze code weer, of deze map is ingeladen. Dus tot zo. Nou, de laatste 10 seconden zijn aangebroken. Dan gaan we lekker beginnen, jongens. Oh my god. Oké, het is heel erg simpel. Doe gewoon de stappen na die ik jullie ga laten zien. En dan heb je gewoon gratis XP in de game. Daar gaan we. Kijk eens aan de maps aan het inladen. Oké, 2, 1, go. Nou, je spant als het goed is op dit punt hier zo. Zoals je kan zien heb je een SCAR, je hebt een pump shotgun. Dat is het enige wat je nodig hebt, want zoals je kan zien heb je hier dit ja, bounce dingetje. En wat je dus moet doen is, je moet dus 5 keer zo gaan bouwen. Dat is 1, dat is 2, dat is 3, dat is 4, dat is 5. Kijk, dan heb je zo'n blauw ding om je heen gekregen zoals je net ziet. Wat je dan eventjes doet, is dan doe je gewoon eventjes een leuke emote. Want doordat de emote trigger jij de knop die wij dadelijk moeten gaan hebben. Dus ja, we hebben de emote gedaan.
Wat je dan doet, is loop je terug. En als het goed is, zie je dan hier dadelijk een interact button, zoals je kan zien. En ja, je kan hem niet inklikken. Zoals je kan zien, ik klik hem op dit moment in. Maar er gebeurt niks. Maar als je die interact button hebt en je hebt een paar keer vierkantje gespamd, is het goed. Wat je dan gaat doen, is je gaat omhoog bouwen, jongens. Je gaat gewoon omhoog bouwen, totdat je de maximale hoogte bereikt hebt die je bereikt zou moeten hebben. En niet bang zijn dat je respawnt of dat je valt. Want je ziet vanzelf dat je de high ground gehaald hebt. Even kijken wanneer dat is. Even kijken hoor. Ik wil niet te hard van stapel lopen. Dan kan je gewoon precies goed zien wanneer de high ground behaald is. Nou, nu nog niet. Nu ook nog niet. Nu ook nog niet. Nou, we zijn daar bijna nu, denk ik. Kijk, dit is de high ground, jongens en meisjes. Zoals je kan zien, je ziet dan waar de high ground stopt. En wat je dan moet gaan doen, is jouw wapen pakken. En kan je hier, ja, in het niks gaan schieten eigenlijk. Het is een beetje dezelfde als de vorige XP-grid. Als je hier gaat schieten, krijg je op een gegeven moment gewoon vanzelf XP, zoals je kan zien. Kijk, 432 XP. Nou, je kan gewoon dat hele tijd blijven doen. Nog een keer 432 XP. En ja, dat kan je dus aan deze kant van de map doen. Je krijgt het hier nog een keer. Maar je kan het ook hier doen, jongens. Hier krijg je, als het goed is, precies hetzelfde XP voor. Kijk, hier krijg je ook, oh, hier krijg je 473 voor. Dus hier krijg je zelfs nog wat meer voor. Maar je kan dus deze twee dingen blijven schieten totdat die geen XP meer hebben. Maar als je hier dus een plateautje bouwt en dan doorloopt, kan je hier ook nog eens gaan schieten. En daar krijg je dus als het goed is de meeste XP voor. Dus even kijken wat er gebeurt. Als we hier nu op schieten, hoeveel XP krijgen we hiervoor? Ik krijg daar 498 XP voor. Oké, okay. Ik ben namelijk al een hoog level. Hoe hoger level je wordt, hoe minder XP je ervoor terugkrijgt. Want ik heb net een guy gezien die er proberen op een account met level 1. En die kreeg 200.000 XP. Nou ja, ik krijg 500 XP. Maar ja, dit heel de tijd doen levert op zich best wel heel erg veel XP op. Dus je kan hier gewoon blijven schieten totdat deze opbraakt. Zoals je kan zien, kijk, ik krijg 996 XP nu. Maar je kan dus blijven schieten totdat deze geen XP meer geeft. Dan kan je nog eens naar deze, die je dan XP door blijft geven. Want ja, het blijft gewoon doorgaan met XP geven tot je natuurlijk het maximale bereikt hebt van alle XP dingen. Dus ja, zoals je kan zien, ik kan nog wel even doorgaan hier zo. Hoe meer van die dingen ik pak, hoe meer XP ik krijg. Het is gewoon aan jezelf welk level je bent en of je dit wilt doen. En hoe lang je dit wilt doen natuurlijk. Want ja, je krijgt natuurlijk gewoon ziek makkelijk gratis XP. Terwijl ik nu gewoon letterlijk hier aan het spammen ben. Kijk, ik ben eigenlijk dom aan het doen. Want ik kan hier letterlijk de meeste XP voor krijgen. Dus ik ben nu gewoon met jullie aan het praten. Ik krijg gewoon 500 XP per keer. Mijn poppetje reload natuurlijk automatisch. En ja, hoe langer ik dit doe, hoe meer XP ik natuurlijk krijg. Dus dat is echt super. Wat ik echt super lekker. Hier weer 2000 XP erbij in mijn levelbalk. Ik heb nu nog maar 28.000 XP nodig om level 183 te worden. Maar zoals je kan zien, je krijgt gewoon weer ziek veel XP door eigenlijk letterlijk helemaal niks te doen. Het is heel simpel, jongens. Dus ik zou zeggen, probeer hem lekker na. En wie weet, ja, krijg je zelf gewoon ziek veel XP in Fortnite Chapter 3. Dat ruimde. Wauw.